Wat een opkomst voor Maasdijk 4. Ah! Dit is de wedstrijd van je leven. Wat moet hij? Tweede lijn, Frenkie. En oh, de kans. En zo! Dat is een goede bal van Frenkie. Ze zijn erdoor. Hey, wat? Hey, dat ken ik hier weer. Dit is wel een jongensdroom, ja. Voetballen tegen oud-profs. Vol stadion. Ons teamgenoot Bart, die had het even in de groepsapp gegooid. En uiteindelijk hoorden we dat we bij de laatste 50 zaten. En toen zijn we eigenlijk gas gaan geven. Toen we in de top 50 kwamen, een film gemaakt. En toen zijn we uiteindelijk gaan promoten. En toen ging het heel snel. Daar hebben we ook hulp bij gevraagd van bekende mensen. Bijvoorbeeld Dirk van Duivenbode, dat is een darter. Maasdijk 4, morgen is de dag. Succes jongens. Uiteindelijk kregen we te horen, moesten we wel stilhouden tot we bij de laatste 3 zaten. En toen zijn we uitgenodigd bij de uitzending van Eretribune. De winnaar, Maasdijk 4! Maasdijk! Ja, dat was natuurlijk mooi. Je voelde je net een kleine jongen in een snoepwinkel. Ja, gewoon een hele ambiance, dat is echt wel iets waar ik naar uitkijk. Ja, voor 4000 man spelen, dat is best wel echt een dingetje. En het enige waar ik voor gevoetbald heb is misschien 24 man en een hond en een kinderwagen die kwamen kijken. Ja, ik scoor bijna elke wedstrijd, dus nee, ik scoor helemaal nooit helaas. Dus, nou, minimaal. Minimaal 3 doelpunten. Vrienden, loterij, ESPN. Dit is de wedstrijd van je leven. We blijven rustig, vooral Lindenberg. Dat is een goede bal van Frenkie. Ze zijn er door en ze scoren! Toch in één vink! Hier bij dit plan. Duwen van Boussabon. Oh, die wordt geduwd. Ja, penalty voor de rebellen, ja. Van der Ven kan zich voorbereiden. Oh, schiet open! Dat behoorlijk voor deze vrije trap. Die snel genomen is. Cosmaro! En dan is het klaar, de wedstrijd van je leven 2023. Dit is wel een droom die uit is gekomen inderdaad. Voor zoveel man mogen spelen. Ja, dat is toch heel fantastisch. Ik denk dat we dit nog lang gaan herinneren.